Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag vrijdag 24 september. Het aantal besmettingen in Suriname blijft maar stijgen en de gezondheidszorg is in gevaar. De zorgwerkers zijn allemaal uitgeput en kunnen de druk niet meer aan. De COVID-situatie maakt dat allemaal nog erger. Er is ook een tekort aan zorgpersoneel, maar ook is er te kampen met beperkte middelen. Dat zegt directeur van Volksgezondheid Rakesh Gyadarshakul in gesprek met het COVID-19-journaal. De zorg is nu inderdaad onder druk, want we hebben behalve dat er mensen normaliter ziek worden, is het zo dat mensen ook met COVID ziek worden. En soms zodanig ziek worden dat ze opnamebehoeftig worden. En dat heeft een enorme druk eigenlijk gelegd op ons zorgsysteem. We hebben al beperkte HR en beperkte middelen. We moeten met de beperkte middelen en HR kijken in hoeverre we kunnen, ja, bijna zou ik willen zeggen, toveren. We proberen zoveel te doen dat we zo min mogelijk schade hebben. En dat op verschillende gebieden, dus niet alleen COVID, want dat doen we sowieso al anderhalf jaar al. Maar ook op de reguliere zorg, zo proberen we daar zo min mogelijk schade te krijgen. We zijn geconfronteerd met beperkte HR, beperkte middelen. En we moeten het beste van proberen te maken. Daarom dat we ons uiterste best doen om te kijken van hey, welke mogelijkheden zijn er. Wat kunnen we nog meer doen zodat we minder schade hebben. Er is beperkte plek. En de beperkte opnameplekken die komen door de HR beperking die we hebben. We hebben niet meer dan wat we hebben. Als we 100 mensen hebben die bijvoorbeeld in de zorg kunnen werken, dan zijn het 100. En die kunnen misschien harder gaan werken, tweemaal gaan werken. Maar ze kunnen niet eenmaal 24 uur werken, want je gaat moeten slapen en dan weer wakker worden om weer te gaan werken. Maar het gebeurt heel veel dat mensen meer dan dubbele shiften draaien. En alleen om zo veel mogelijk mensen in leven te houden. Dus dat is een van de zaken, de opnameplekken die beperkt zijn, waardoor mensen moeilijk doorgeschoven kunnen worden naar andere afdelingen. En wat betreft de middelen, weten we dat we ook geconfronteerd raken met middelen die we snel moeten aanvoeren om meer te kunnen doen. Dus, maar dat, we doen ons uiterste best om dat ook eigenlijk toe te leveren. Er zijn maar twee artsen die hier werken. Snap je? Omdat we toen nu ook cohort doen, toch? We doen opvangen op, plus we doen cohort. De patiënten vervoeren naar AZP, patiënten daar trekken en de patiënten de zorg hier geven. Dat is maar 3 verpleegkundigen. Ja. Dus dat gaat een beetje moeilijk. Onze eigen mensen proberen af en toe PT, maar je snapt, kijk, je voelt die hitte nu al. Mensen die 8 uren hier werken, is vreselijk. Dr. Mireille Rodriguez noemt de situatie een ramp, terwijl directeur Sukul zegt dat de situatie erger wordt en dat is te merken aan het dagelijks aantal stijgende COVID-19 gevallen. Ik denk wel sowieso dat het een ramp is. Het is niet onder controle te houden. Kijk, de thuisisolatie loopt voller. Dus je kan die mensen niet controleren. Mensen gaan gewoon op straat, ondanks ze positief zijn. Het is echt een ramp. De voorgaande golven, daar heb ik vooral eerste en tweede golf, moet je niet vergelijken met deze golf. De derde golf die was wel behoorlijk, dat weten we, met Manaus variant. Nu is het al bekend dat Delta variant van Manaus variant ook al overgenomen heeft. We hebben de laatste resultaten al binnen. En de meeste besmettingen die zijn nu als gevolg van de Delta variant. Maar feit is dat er een enorme golf is van COVID. Een enorme aantal mensen in het land zijn besmet. En dat gaat zo doorblijven. Want de R is nu rond de 1 en dat wil zeggen dat we minimaal 2 tot 3 weken lang evenveel mensen gaan hebben die besmet zullen raken. Daar
al laat je iedereen thuis blijven als het ware, wat ook niet kan. Want heel veel zaken die moeten aangepakt worden in het land. Toch? Anders heb je chaos. Dus je moet dan eigenlijk goed kunnen balanceren hierin. En met zo'n grote golf van boven de 500 mensen gemiddeld per dag, dan verwacht je ook dat er een aantal mensen opnamebehoeftig zullen worden. Ze zullen in het ziekenhuis opgenomen worden of in de intensive care unit. En wat wel duidelijk is, is dat de groep die opnamebehoeftig is, de ongevaccineerden zijn. En daarom proberen we ons uiterste best te doen om met iedereen te communiceren. Gaat u vaccineren zodat u behoort tot de groep die niet op de IC belandt. Laten we dat snel doen. Al hebben we 5000 besmettingen per dag. Maar als je weer herstelt, dan heb je ons toch nog gered met het redden van levens. Want de mensen die net gered konden worden, gaan plekken krijgen om opgenomen te worden. Maar als het zo door blijft gaan, dan gaan de mensen die net gered zouden kunnen worden, niet meer gered worden. Want de plaats is er niet om die zorg te bieden, waardoor ze net kunnen overleven. Op dit moment ga ik een van die nieuwe sneltestjes die we hebben gehad, ga ik nu inzetten bij een patiënt. Is dat diezelfde patiënt van hè? Jawel, diezelfde meneer ga ik inzetten. En dan zie ik jullie zo. Even snel swappen. Ja? Dit keer ga ik eerst in die mond. En dan gaan we in die neus vaten. Ja? Oké. Okay. Mond kan vouwen zetten. Maak je mond open. Wijd open. Tong naar beneden. Nee. Openmaken. Mond open. Nee. Je moet niet bijten. Oké. Mond dicht. Mond dicht, oké, dan gaan we in de eerste. Nee, maak je mond dicht. Ga nu neus. Rustig. Oké, dan gaan we in die tweede. Rustig. Oké. Nee. Relax. Nee, je moet niet knijpen. Anders gaat het je pijn doen. Ik heb hem net geswapt. In het buisje zit, is er een vloeistof. Je swabmateriaal gaat erin, je zwengt hem een beetje, zodat hij gaat mengen met die vloeistof, zodat wat aan je swab is, losgaat. En die vloeistof druppelen we hierop. 5 druppels ervan. Nou, de kwade drukte, kan ik u eerlijk zeggen. We hebben zelf dagen waar we gebeld worden en uit onze bed worden gehaald om te komen werken. Toch? Om je collega's te ondersteunen. Want het gaat gewoon niet. Je raakt uitgeput. Overmachtssituatie. En soms ben je uren in een pak. Straks ga ik eruit. Je gaat zelf zien, kletsnat. Toch? En het is heet. Je werkt in een hitte. Je komt vroeg 's morgens. Je vertrekt laat. Dan heb je ook de bedden. Ik denk dat u net de bedden hebben gezien waarop we moeten werken. Je moet echt heel laag werken. Je rug gaat eraan. Dag in, dag uit. We hebben soms dagen waar we gewoon niet rusten. Je offert al je vrije dagen om te komen werken. De situatie is zeer zorgwekkend. We komen er maar niet uit. Op de checkpoint van de SIH zijn er mensen die zuurstofbehoeftig zijn, maar kunnen niet worden opgenomen vanwege een tekort aan bedden. Het is voor de zorgwerkers rennen van de ene patiënt naar de andere. Urenlang in een pak dat als bescherming dient. Hun eigen gezondheid in gevaar zetten. Door zieke patiënten die besmet zijn te behandelen. En om dan ook nog te weten te komen dat van al de patiënten op de checkpoint het overgrote deel niet gevaccineerd is. Dus vandaag hebben we meer zin hier liggen. Positief, ne? Ja. Deze reis is alleen maar positief. Maar hij heeft ook geen zuurstof. Hey. Goedemiddag. Zij heeft ook geen zuurstof, ze moeten even kijken als ze naar huis kunnen. Ja.
aan de mensen of ze gevaccineerd zijn? Wat krijg je als antwoord? Dus ik moet echt die artsen vragen hoor. Ja. Want er is wel een vaste regel op onze SIH-lijst dat het wordt gevraagd. Ja. Dus, zullen we eens kijken? Mm-hmm. Moet ik even vragen? Goeiedag meneer, bent u gevaccineerd? Nee? Niet, hij is dus niet gevaccineerd. Hier is een mevrouw slaapt. Mevrouw, goedemiddag. Het is een delegatie van Volksgezondheid. Hè? Bent u gevaccineerd? Nee? Maar u bent positief nu? Gaat u hierna vaccineren? Oké. Okay. Nou, gaat u het ook vertellen aan de familie? Ja, gaat u het vertellen aan de familie? Volgens mij denkt iedereen dat de SIH een toverstok heeft. Ja, het aantal besmettingen neemt toe. Er zijn nu overgegaan tot volledige thuisisolatie, maar de mensen die verslechteren moeten ergens naartoe. En je ziet zelf, deze golf is er heel weinig cohort faciliteit, omdat er geen HR is, er is geen personeel. Maar ook bij ons speelt hetzelfde probleem. We proberen via interne, soms het probleem op te lossen. Maar als je nu al eenmaal vermoeid personeel hebt en je laat ze parttime dienst, dan begrijp je dat dat ook niet altijd gaat werken. Dus we proberen. Het is voor ons moeilijk, want kijk, iedereen kan bedden sluiten als ze geen personeel hebben, maar je weet zelf, we hebben maar één SIH in het hele land. De SIH kan geen bedden sluiten. Toch? Maar je staat soms voor moeilijke keuzes. Toch? Je hebt hier een beperkt aantal bedden dat je kan runnen. Kijk, er zijn zoveel bedden. Maar welk personeel gaat naar die patiënten kijken als je ze allemaal vult? Dus we hebben een beperkt aantal dat we op ons eigen personeel hebben geëxtrapoleerd. Dus van met dit personeel kunnen we een aantal bedden openen. Meer dan dat kunnen we niet, want anders ben je medisch onverantwoord bezig. Nu al is het zwaar, want positieve patiënten die zorg nodig hebben, blijven hier dagen. En we zijn geen verpleegafdeling. De SIH is opvangen, stabiliseren. In principe moet je gewoon doorschuiven naar de afdeling. Maar we weten ook allemaal dat het op die gewone reguliere SIH dat ook niet gebeurt. Maar die druk op ons personeel wordt steeds groter. Er komen constant patiënten binnen, walk-ins met de ambulance. Maar dan heb je de patiënten die er liggen. Je hebt geen oog voor ze. En dan gaan mensen achteruit en misschien gaan ze dood. Maar we weten het niet eens op dat moment. Omdat we onze handen vol hebben met de mensen die binnenkomen. Dus het is niet medisch verantwoord wat we hier doen. We doen een cohort. Plus we doen nog een SIH. Dus dat is de situatie nu. En die Delta, die longen gaan sneller achteruit. Maar Manaus was al een vervelende variant. Die Delta is nog erger. Tijdens de rondleiding op de checkpoint van het SIH kwamen we ook speciaal gezant van Nederland, Dr. Mark Sprenger, tegen, die op een oriëntatiebezoek was. Hij heeft mogen meemaken hoe zwaar het is voor de zorgwerkers om alle patiënten te behandelen. Dr. Sprenger zegt het triest te vinden dat de mensen die liggen op de checkpoint niet gevaccineerd zijn. Nou, ik vind het sowieso heel belangrijk dat ik zelf ga kijken en dat ik met de mensen praat om echt te weten wat er gebeurt. En wat je gewoon ziet is dat er veel patiënten zijn die hier aankomen. Ja, en het is gewoon heel moeilijk om alle patiënten te kunnen behandelen. Ze doen ontzettend hun best en ik heb heel veel respect voor alle verpleegkundigen en artsen die hier werken, maar het is wel heel erg moeilijk. Ja, en wat je toch hoopt is dat er minder mensen komen omdat ze gevaccineerd zijn, want ik heb het net ook hier gevraagd. Ja, eigenlijk alle mensen hier die zijn niet gevaccineerd en dat is toch heel erg triest. Het is nooit te veel om steeds weer dezelfde adviezen van de deskundigen aan te horen in de hoop dat het toch eens zal indringen bij vooral de antivaxxers. Het ligt aan hun om ons uit deze situatie te halen. Laten we een gehoor geven aan de verschillende oproepen. Ga en laat je vaccineren. We gaan eruit voor vandaag met een boodschap van Dr. Mireille Rodriguez. Namens het COVID-19-journaal wens ik u een fijn weekend toe en stay safe. Ja goed, iedereen weet wat, waaraan je moet houden. Je moet gaan vaccineren. Je moet je houden aan de regels. We zullen het blijven herhalen. Het is niets nieuws, maar wat we wel moeten weten, dat het erger wordt. In die zin, Delta variant is als het je longen eenmaal treft, is het dodelijk. Er is niet genoeg zorgpersoneel om zieke mensen te verplegen in de ziekenhuizen. Dus mensen, ik echt een verzoek, want er gaan nog meer mensen doodgaan. Alsjeblieft, laat u zich vaccineren.
en houdt u zich echt aan de Mohana-regels. Dat is het enige wat ik nog kan zeggen, want ja, God, we horen het elke dag op de radio, op de tv. Maar wees ervan bewust dat er mensen doodgaan en ze gaan echt in trosjes dood. En we kunnen er niets aan doen, want we hebben geen plek om die mensen op te vangen. We willen wel, maar helaas kunnen we niet anders.